De Noob heeft een promotie lopen voor zijn nieuwe McDonald's. Want zo weet ik zeker dat er nieuwe klanten gaan komen in de dorp. En meer toeristen en meer deugd en meer alles. Ja, jongens en meisjes. We gaan vandaag weer heel veel leuke avonturen beleven. Maar voordat we dat gaan doen, zetten we natuurlijk eerst wat mensen op de vuurtoren of fame. Deze keer zijn dat Keanu, Richard Koeleman, Emile Smits en Linde Willems zegt: ik ben een hele grote fan van je, Noobie. Groetjes, Linde. Oh, wat een leuke reacties. We zetten jullie op de vuurtoren of fame. Maar eerst leuke avonturen vandaag. Haha, ja, want het zonnetje schijnt vandaag. En ik heb geen... Hey, Giel. Hey. Hallo, ik wil jou praten. Ik dacht, ik kom eens even kijken hoe het met jou gaat. Ja, het gaat wel goed. Ik heb een nieuw bedrijf en die loopt heel goed. Nou, die loopt eigenlijk nog niet zo goed, maar wil jij mij een klant worden? Noob, volgens mij loopt dat helemaal niet goed, want ik zie al dat jouw dirthotel weer dicht is. Ik wou mijn dirtschuur terug, want ik doe daar allemaal mijn projectjes in. Doe ik daar. Ah, oké. Ik heb daar namelijk een heel mooi promotiebord gemaakt voor mijn nieuwe bedrijf. Oh, waar dan? Ja, kijk, die zit hier binnen. Ha, kijk. Oh. Okay. Gratis dicht bij menu dicht krijg je. Bij menu? Welk menu? Mag ik een menu? Ja, je mag een menu, maar dit menu is in Durtdorp, want ik heb in Durtdorp een nieuw restaurant. En dat is maar waarom hangt dan hier een menu? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet slim, hè? Nee. Nee, maar misschien, maar als ik niet thuis ben en ze komen hier binnen, dan komen ze toch maar binnen en dan zien ze het gelijk. Dan denk ik, oh, is hij thuis, dan is hij wel in Durtdorp. En dan zien ze dit, gratis dicht bij menu en dan komen ze wel naar Durtdorp, denk ik. Ik denk dat dat wel goed stinkt, ik denk... Nee. Jawel, ik ben de basis. Ik mag het zeggen. Ja, oké. Dat is toch waar. Klopt, kom, we gaan door mijn geheime gang gaan we naar de trein. Want we hoeven niet met de trein. Heb je ook al een geheime gang naar je trein? Ja, die gaat hier naar beneden. Kijk, die gaat via deze bunker. Oh ja, dat was het. En dan gaan we hier naar beneden. En dan kunnen we, kijk, dan hebben we een afsnijroute naar de trein. Ah, oké. Kijk, dan komen we hierin. Jeetje, ik weet nou al niet meer hoe dat we hier zijn gekomen. Ja, nee, maar dat is wel goed. Oké, ga maar. Doei. Oh nee, ik wil ook een karretje. Ik wil ook een karretje. Noob, schiet op. We schiet zitten op. In de trein naar de McDonald's. Dadelijk is er geen gratis deugd meer bij de McDonald's. Heb je trouwens een McDonald's? Nee, Mick heeft toch al een McDonald's? Ja, maar ik heb een McDonald's, Noob. Oh, nee. Ja. En weet Mick er al van? Die gaat het echt niet leuk vinden, Noob. Ik heb je toch laatst al gewaarschuwd dat je dat soort dingen moet vragen van tevoren? Ja, maar in Durtdorp mocht ik bouwen wat ik wil. Nu lijkt de McDonald's wel een beetje op die van Mick. En dat vond hij minder leuk. Maar ik heb het al goed gemaakt met hem. We gaan in Durtdorp, is nou het mooiste dorp, want Klus is mij weer aan het helpen met bouwen een beetje. Oké, dus er staat eindelijk gebouwen die niet met Durtdorp, maar... Sorry, stap uit. Ja, ik kwam hier tegen andere karretjes aan. Oh nee, de trein die staat hier. Oh, ik wil rijden, ik moet ook over de trein. Ja, mijn treinstation is niet de meest handige voor meerdere treinen. Nee, dat klopt inderdaad. Oké, nou, ik ben er ook. Hé, maar je bent voorbij het bordje gelopen. Je moet namelijk... Zo ben ik voorbij het bordje gelopen, wat is dit? Je moet namelijk 64 Durtdorp voor de Noob betalen. Nee, jij moet 64 deur betalen. Ik sta hier. Oh, nee, maar ik heb helemaal geen deur mee. Ja, nou, dat is dan jouw probleem. Oh, kom op, meneer. Je moet wel 64 deur betalen om deurdop in te gaan, Ja, maar meneer. Er staat voor de Noob staat er ook onder en niet voor Giel. Nee, kom op. 64 deur. Oké. Meneer. Kom eens even heel snel terug. Meneertje. Kom eens terug. Terugkomen. Oké. Dit was niet de bedoeling, hè. Je mag nog niet deurdop in. Je moet eerst 64 deur hebben. Oké, geen probleem. Hier, heb je 64 deur. Oké, dankjewel. Zullen we even omwisselen? Volgens mij werkt het helemaal niet zo. Ja. Jij moet nou ook betalen, hoor. Ja. Jij moet ook betalen. Ik wil 64 deur. Hallo, meneer. Ja, is goed, meneer. Dat is voor de ingang van deur op toch? Ja, om binnen te komen moet je 64 deur. Oh, dankjewel. Oh, yes. Dat is een dikke winst van 64 deur. Ik ben echt slim. Goed. Jij bent echt super slim. Kijk eens naar hoe mijn McDonald's, mijn McDurt eruit ziet. Oh jee, dat ziet er echt uit of dat het... ik weet niet. Is dit wel goedgekeurd op hygiëne? Ja. Want je kan daar gewoon eten, hoor. Weet je het zeker? Ja, kom maar binnen. Maar heb jij... Noob, kun je hier ook iets anders eten dan durt? Of hoe zit dat dan? Ja, nee, je kan gewoon hamburgers eten. Maar alleen, je krijgt dus bij het menu krijg je een gratis blokje durt. Als je betaalt. Nee, maar een menu... Noob, dat meen je toch niet? Doe eens even... Oh. Waarom niet? Waarom? Ja. Ik vind je durt toch mooi? Dit is mijn menu durt.
Maar misschien moet je het verkopen als een dirty meal. Dat je zeg maar een soort van... ook nog dirty. Een happy meal. Wil je iets eten dan? Nee, als een happy meal. Maar dit is een happy meal met een dirtblokje. Ja, ik wil wel wat eten. Wat wil je eten? Wat heb jij hier? Big dirt, dirt nuggets, dirt ribbetjes. Ribbetjes van een varkentje, dirt. Oh, en dirt shake. Even, doe maar van alles iets. Doe maar van alles iets. Ik heb geen dirt shake. Ja, wat is dat? Waarom haal je dat niet gewoon even van het menu af dan? Ja, maar die zijn op. Oké, nou ja, prima. Die prima. Heb ik niet, want de melk van de koe die kon ik niet vinden. Oké, nou geen probleem, prima. Oké, van alles wat... Dan krijg je wel 4 minuutjes, krijg je ook 4 dirtjes. En hoe lang duurt dat dan? 2 minuutjes. 4 minuutjes ook, toevallig? Ja, 4 minuutjes! Dat is wel slim. Even kijken. Wat is dit? Wow, je kan hier buiten zitten. Oké, dat is wel echt veel beter. Dit is een terrasje. Kijk, en dan heb je een mooi uitzicht op... De vuurtoren of Fame, heb je dat mooi uitzicht? Oh ja. En kijk, en dan heb je hier, ga je dan lekker buiten zitten als het niet regent. Want als het regent, word je nat. Nee, ik snap het. Oh, ik moet wel even mijn eten goed maken. Oké, meneer, het komt eraan, meneer de klant. Ja, komt goed. Helemaal top. Ik ben bijna klaar. Hey, niet achter de balie, meneer de klant. Sorry. Ik was gewoon een beetje... Geen wapens in mijn... Oké. Hier zijn geen monsters, hoor. Echt waar niet. Oké. Oh, nee. Loop, het begint te regenen. Ja, daarom mag ik... denk echt dat het door het dak... Het lekt door het dak heen. Nee, want het... Jawel, ik zag een paar druppeltjes hier. Oké, maar daarom moet je... Loop, wat is dit voor een restaurant? Ik kan ook niet meer binnen... Ik kan net zo goed binnen zitten en dan heb ik hetzelfde effect als buiten. Ik zie hier allemaal blauwe druppeltjes, man. Oh ja, ik zie het ook. Oh, dit is niet handig. Lekt hier. Maar wacht even, als mijn minuutje klaar is, dan mag je... Ja, wat dan? Kun je even een nieuw dak voor me bouwen? Misschien? Nee, we gaan wel even... Waar gaan we dan heen? Ik weet niet waar we dan moeten zitten. Oh, mijn huis is namelijk ook van dirt. Daar is het dan ook niet droog, zeg jij. Het lekt hier inderdaad door het dak heen. Dit is niet zo handig, maar mijn minuutjes zijn wel klaar. Oké, dat is prima. Maar Noob, dit is toch helemaal niet fijn? Ik ben hier gewoon om even rustig culinair een lekker burgertje te eten en een dirt shake, maar die heb je al niet. We kunnen wel in de kelder zitten. In de kelder? Oké, is goed. Laten we in de kelder alleen, daar zaten eerst monsters. Kom maar hier naar binnen. Wat? Er zaten eerst monsters? Ja, maar ik heb ze weggejaagd. Ga jij maar eerst naar binnen. Oké. Laten we dan beneden gaan. Is het veilig? Dat weet ik niet. Ik hoor wel wat. Oh, nee. Kijk, hier zitten er... Nee, ik heb Wat is dit nou weer? Ik heb geen wapens mee. Dat is veilig, jongen. Ik heb geen wapens mee. Het is helemaal niet veilig. Oké. Hoppa, ik heb ze allemaal gekild, hoor. Jeetje, man. Wat is dit voor een... Nog één. Pak hem. Ja. Ik heb helemaal geen zaak meer. Oké, maar hier zitten we wel gelukkig droog. En de monsters zijn weg. Nee, dat klopt, maar... Wat is dit nou weer voor onzin? Nou, kijk, hier, ik heb een stoel. Meneer, dan ga ik bij u zitten en dan ga ik kijken eten hoe... Eten is waarschijnlijk ook alweer helemaal koud. Ja, dat wel. En hier heb je ook 4 dirtblokjes. En je moet wel betalen. Hoeveel is het? Weet ik niet. Wat is een goede prijs, Giel? Ik denk iets met dirt of niet. Nee, maar je krijgt al gratis dirt. Heb je goud? Want dat is eigenlijk ook nog goed. Ik heb helemaal niks bij. Weet je wat ik bij heb? Ik heb iron armor, dat mag je wel hebben. Oeh, ja. Dan kan ik dan wel ruilen voor dirt bij klus, denk ik. Alles wat waardevol is, dan mocht ik aan klus geven. Krijg ik dan dirt voor, zei hij. Als ik goud of diamond, zei hij, dan kreeg ik daar dirt voor. En best wel wat, dus dat is wel goed. Oké, nou, de klus is een slimme meneer. Ja, oké. Heb je lekker gegeten? Ja, het was heerlijk. Mag ik ook wat eten? Ik heb ook wel honger eigenlijk. Ja, ik heb ook wel over hier. Heb de ribbetjes. Ja, ik kreeg ook een minuutje. Oké, Giel. Volgens mij hoor ik het stoppen met regenen. Oké, dat is wel fijn. Oké, laten we dan weer naar boven gaan. Hier is het wel donker, dus misschien komen daar de monsters dan vandaan. Of was het door de regen? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Oké, kom maar uit. Goed zo. Ja. Oké, we zitten wel weer veilig. Oké, laten we lekker buiten in het zonnetje. Wil jij ook op de vuurtoren of Fame? Ja, wel. Zullen we jou dan helemaal boven bij de lampen zetten op de hoogste positie en dan gaan we daar van de dijkbank afspringen. Goed idee. Oké. Wil jij nou ook een keer op de vuurtoren of Fame? Laat me dan een leuke reactie achter en misschien sta jij de volgende keer er ook wel op. Reageren, mensen. Reageren. Oké, we gaan helemaal naar boven, Giel. Dan gaan we jou daar opzetten. Nou, je kan hem niet op. Nou zit ik bordjes kapot, heb ik gedaan. Daha. Voor jou erop te zetten.
Jeetje, wat is dit nou weer voor een doolhof? Wow, er staan echt wel heel veel mensen op. Ja, er staan al heel veel mensen op. Zeg maar Merel en JV de Ploeg. Mm. En allemaal mensen. Maar jij mag het allerhoogste plekje bij de lampjes. Dat is wel leuk. Kom, dan gaan we helemaal daar boven om daar heel erop te zetten. En dan kunnen we ook gelijk van de duikplank. Dat is een goed idee, Noep. Ik heb er zin in. Hier zet ik jou er dan op. Ben ik de enige die hier helemaal boven staat? Ja, want we waren vergeten Mick erop te zetten. Dus jij krijgt de hoogste positie. Oké. Okay. Ja, maar Noep, ik kan wel een bordje hier hebben met mijn naam. Ja. Maar Mick heeft daar gewoon een heel zelfportret op die berg. Oh, is hij al af? Heeft Klus dat ook al gemaakt? Ja, zie je, dat is Mick daar links, of niet? Zo, ja, dat is Mick. Wow. Maar ik wil er eigenlijk ook wel op. Ik vind dat veel vetter dan zo'n bordje hier op de vuurtoren. Oh ja, nou ja, Mick heeft geen bordje. Dus dan heb jij eigenlijk een hoofd en een bordje. Maar dan ga ik aan Klus vragen, dat is wel leuk. Maar het ziet er wel echt goed uit. Hij lijkt ook wel echt op Mick naast mijn noephoofd. Oké, laten we van de duikbank springen. Poink. Ik kan niet springen. Oh, jawel! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, gelukkig word ik wel met Turtorp wakker. Even kijken, oh, hier eruit. Oh, ja, hoe kun je dat, weet ik het zeker. Waar is Giel? Zal Giel nog bij de vuurtoren zijn? Ik ben bij de McDurt, Giel. Waar ben jij? Giel, oh, daar is hij. Hij is nog bij de vuurtoren. Ben jij wel in het water gesprongen? Oh, hallo. Ja, tuurlijk. Het was niet zo moeilijk. Oh, ja, ik wel vond het wel moeilijk. Oh, nee. Oké, ik leg even mijn spulletjes nog terug in deze hier, want die moeten hier van de McDurt. Oké, ja, kom maar mee. Oké, laten we eens even kijken dan hoe het van dichtbij eruit ziet hier de Mick. Van dichtbij. Oké, en dan wil jij rechts, denk ik wel, hè? Ja, van jou, daar wil ik. Dat is een mooie plek. Wauw, oké, dit is geweldig, Giel. Oké, wat vond jij van mijn McDurt? Vond jij wel, hoeveel sterren zou je dit geven? Ik denk met de regen opgeteld en met een menu wat heel erg op dat van Mickey lijkt, 1/4 ster. 1/4 ster van de 10 of van de 100? Van de 100. Van de 100, maar 1.4 ster. Nee, dan moet ik echt nog veel veranderen. Maar je hebt wel Moet gewoon een ander dak erin zetten, Noep. Kom op, het regent helemaal daar. Dat is toch niet fijn? Nee, dat is niet fijn. Maar mijn M is wel heel hoog. Ja, dat klopt. Dat is echt net echt, inderdaad. Ja, die is hoger dan die van Mick. Hij is wel echt super scheef. Maar wel van 30. Dus dat is dat niet dat platform waarvan jij ons beschoten hebt toen we je in de gevangenis zetten? Heb je dat nou gewoon hergebruikt? Nee. Oh, jawel. Ik herken het bij duizenden, Noep. Ik herken het bij duizenden. Oh, nee. Maar je hebt wel je kasteel weggehaald, dus goed bezig. Ja, dat kasteel had ik omgebouwd naar de McDurt. En daarvoor heeft Klus het toen veranderd. Want toen zei ik wil hem eigenlijk precies hetzelfde als Mick. Mick vond dat niet leuk. En toen heeft hij gratis eten gekregen hier. Daarom, en toen zei hij, oké, dan mag het wel. Oké, dus ik wil jou killen, Noep. Ik wil jou killen, want je hebt dat nog steeds aan staan. Dus ik wil ook een jaar gratis eten. Waarom kan Mick dat wel? Mick heeft ook een zelfportret. Dat is toch niet eerlijk? Ja, maar oké. Als ik nou een zelfportret voor jou maak. Nee, ik wil dat je nu deze sign hier op de voordeur zet. En erbij schrijft dat ik 1 jaar gratis eten krijg. Nee, dat kan niet zomaar. Dan moet je verdienen. Oké. Wat moet ik ervoor doen dan? Ja, weet je, als ik iedereen gratis eten geef, dan verdien ik toch helemaal niks. Ja, oké. Nou, weet je wat? Dan krijg je nu van mij een stek durt. Mag het dan wel? Oeh, dat is wel... daar maak je mij wel warm voor om dat dan wel te doen. Oké, ik heb 1 grote vraag. En als je die goed hebt, dan mag jij een... Ja, gratis, oké. Maar dan moet je wel de pro overtuigen dat hij hier heel veel komt eten. Want anders kan ik het toch niet terugverdienen. Oké, is goed. Als Mick en jij allemaal gratis eet, moet je wel de pro overtuigen. Ja, ga ik doen. Ik ga hem wel even een brief schrijven dadelijk. Oké, Giel, je hebt al hier een dak gezien van mijn McDurt. Maar die is van Durt, maar ik heb echt een ander dak, hoor, bij mijn noepspringerhuis. Welk dak je dat het aanval is gemaakt? Welk dak van wat? Welk blokje denk je dat daar mijn dak is? Niet spieken. Want het is van echt, welk huis? Ja, van mijn noepspringerhuis in Durtdorp. Maar dan mag je niet spieken en het antwoord is echt niet Durt, hoor. Durt. Oh, nee, het was een strikvraag. Het was wel Durt. Jij maakt alles van Durt. Het is niet heel moeilijk om het antwoord te weten, zeg maar. Ja, maar ik dacht als ik zeg dat het geen antwoord geen Durt
is, dan ga je deugd niet raden. Dan raad jij steen of zo, maar het was wel deugd. Oké, okay, jij hebt ook een... Okay, dus... Ik wist het. Oh, nee. Dus... Gratis eten. Okay. Gratis eten voor een jaar, maar je moet wel deugd betalen. Oh, volgens mij staat er een klant bij je balie. Ik weet niet zeker. Oké, wat wil je eten, meneer? Ik wil graag al het eten wat je hebt hier. Maar al het eten? Oh, nee. Dat is niet mooi, want ik... Oh, ik heb wel genoeg deugd om daarmee uit te delen. Dus dan krijg je wel heel veel deugd er ook bij. Oh, doe maar 64 dan misschien. Hè? Maar nee, maar ik heb echt... Oh, zoveel eten. Ik moet blijven eten kopen. Oh, nee. Nu heb ik weer een jaar gratis eten weggegeven aan Giel. En nou hebben Mick... En Giel, een jaar gratis eten. Oh, dat nee. Klopt. Nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Oh. De pro moet echt wel mijn beste klant worden. Want die moet wel met iets betalen. Diamonds die kan inruilen bij klus. Voor dicht. Nou, jongens en meisjes. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je even zeker abonneren. En wil je zien hoe Mick in de McDonald's komt? Klik dan op deze video. En wil je een andere Noobspeler video zien? Dan moet je op deze klikken. Ja, jongens en meisjes. Tot de volgende keer. Doei. Oké, meneer, uw eten is klaar. Met de deur. Dankjewel. Doei, tot de volgende keer. Maar niet te vaak. Tot de volgende keer. Anders ga ik failliet. Doei.